Ik vind het nog steeds belachelijk, bizar, bijzonder en nog meer woorden met een B. Hallo, 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 hallo. Hey guys, het is tijd voor hartjes, want het is de eerste maandag van de maand. Trouwens, niet elke hartjes komt online op de eerste maandag van de maand. Het ligt er maar net aan of ik dus iemand heb kunnen verrassen in die tijd. En anders komt hij op een andere maandag in de maand online, even dat je het weet. Hartjes is een serie waarin alles draait om mijn kijkers. Ik beantwoord vragen van kijkers. Jullie mogen samen met mij DJ spelen en liedjes toevoegen aan de Spotify playlist. Ik regel elke maand een verrassingsontmoeting met een van mijn kijkers. En ik stuur verjaardagskaartjes. Wat wil je nog meer? Even serieus, wat wil je nog meer? Want ik ben altijd bezig met verbeteren. Mocht je iets hebben waarvan je denkt van dat wil ik echt heel graag terugzien in hartjes, let me know. Ik hou van deze lipstick. En laten we beginnen met de eerste categorie. Ask away. Vandaag ga ik twee vragen beantwoorden van twee verschillende kijkers. Als je een vraag opstuurt, dan beantwoord ik die altijd anoniem, dus je naam komt er niet in voor. En de allereerste vraag is van een meisje en zij vraagt aan mij van wat vind jij eigenlijk van internetvriendinnen? Want eigenlijk iedereen in mijn omgeving vindt internetvriendinnen gek of ze snappen het niet. En daarmee bedoelt ze dus vriendinnen die ze heeft ontmoet via het internet. Ik denk dat ik wel een beetje een soort van de expert ben op het gebied van internetvriendinnen. Eigenlijk al sinds ik me kan herinneren ontmoet ik mensen via het internet. Vanaf dat ik ongeveer 11 jaar ben, zit ik al op forums. Ik heb op een Habbo forum gezeten. Op een knutselforum, noem maar op. En daar heb ik altijd al mensen door ontmoet. En nu ook door YouTube zijn een aantal van die mensen die ik door internet heb ontmoet een paar van mijn beste vriendinnen geworden. Ik zie het altijd zo. Dit is jouw omgeving. Dit kleine bolletje. Je hebt best wel veel mensen in je omgeving, maar het valt eigenlijk best wel mee met hoeveel het er in werkelijkheid zijn. Dit hele schermpje, dit is de wereld, of misschien Nederland, om het maar ietsje minder groot te trekken. Nederland en België, dat is dit. De kans dat jij mensen met dezelfde interesses en de karaktereigenschappen die jij leuk vindt in mensen tegenkomt in dit kleine rondje, die is er wel. Maar het is kleiner dan in deze hele wereld, of Nederland of België, of wat je dan ook maar wil. Toen ik heel erg fan was van de Jonas Brothers, zat ik op de Jonas Brothers Hives. In mijn directe omgeving had ik één iemand die ook van de Jonas Brothers hield. Dus had ik in dit kleine rondje had ik één iemand. Als we het breder gingen trekken, dan had ik op die Hives, waar allemaal mensen van Nederland en België op zaten, had ik tientallen mensen die van de Jonas Brothers hielden. Waarom zou je je beperken tot dit kleine rondje wat je omgeving is, als er nog veel meer te ontdekken valt en je nog veel meer mensen kan leren kennen? Mijn antwoord is dus, ik vind internetvriendinnen absoluut niet raar. Het is zo mooi dat we via het internet mensen kunnen leren kennen, of dat nou vriendinnen, vrienden of misschien je partner is. Natuurlijk moet je altijd opletten. Alsjeblieft, let op als je iemand op internet ontmoet. Er zijn al eenmaal mensen op de wereld die het wat minder goed met je voor hebben en zich voordoen als iemand anders, en dat kan nog wel eens gevaarlijk zijn. Dus als je bijvoorbeeld een meisje hebt ontmoet waarvan je denkt van wow, dit is echt gewoon een goede vriendin van mij geworden, ik kan het heel goed met haar vinden, vraag dan een keer of ze met je wil skypen. Dan hoef je niet gelijk je telefoonnummer te geven, dan hoef je niet gelijk af te spreken, maar dan kan je wel iemand zien in bewegend beeld en kan je dus ook zien of diegene het echt is. Toen ik vroeger wilde afspreken met mensen die ik kende via forums, had ik het zo geregeld dat mijn ouders me ergens afzetten waar we hadden afgesproken, dat mijn ouders eventjes die mensen konden ontmoeten, konden zien van oké, dit zijn geen enge vieze oude mannetjes die gekke dingen willen doen, maar dit wordt gewoon een gezellige dag met leuke mensen. Maar als je ouders daar niet toe bereid zijn om mee te gaan, of het is te ver of wat dan ook, laat ze dan eventjes die Skype sessie zien. En op die manier kun je het veilig en leuk houden. En als mensen het raar vinden dat je vriendinnen hebt via het internet, ja, er zullen altijd mensen zijn die je raar vinden om wat dan ook. Blijf gewoon bij wat goed voelt voor jezelf en wat jij leuk vindt. En dan kan je alleen maar gelukkig zijn. Dan heb ik nog vraag 2 van een ander persoon. Dit meisje wil heel erg graag vegetariër worden. Ze heeft het aan haar ouders verteld. Maar de ouders die hebben eruit gelachen en hebben gezegd van nou ja, je gaat niet vegetariër worden. Dat vinden we gek. En als je 18 bent, dan mag je gerust vegetariër worden. Zij vraagt aan mij, moet ik naar mijn ouders luisteren? Of moet ik gewoon doen wat ik zelf wil? Ik vind het altijd moeilijk. Want ik wil niet jou tegen je ouders opzetten. Ik wil niet ervoor zorgen dat jullie ruzie krijgen, spanning of wat dan ook. Aan de andere kant, als jij heel erg graag vegetariër wil worden en je wil geen vlees meer eten, om wat voor reden dan ook, dan ben jij de enige die kan beslissen of jij wel of geen vlees eet. Dit ding hier, dit is jouw mond. Jij bent degene die de kaken moet bewegen en het eten door moet slikken, niet je ouders. En dus ben jij ook degene die de uiteindelijke beslissing maakt of het je mond en je maag binnen gaat of niet. Dit is natuurlijk moeilijk, want sommige ouders snappen het gewoon niet zo goed. Die denken dat het ongezond is voor je kind om vegetariër te worden. En dat snap ik heel goed, want het is over het algemeen heel erg normaal om vlees en vis te eten. Als ik het goed heb, dan is ongeveer 5% van de complete wereld op dit moment vegetariër. En dat is natuurlijk een heel klein gedeelte. Dus ik snap dat heel veel mensen niet snappen waarom je het zou worden en of het wel echt en of het wel gezond is. Ik ben inmiddels al 11 jaar vegetariër en
Ik leef nog steeds. Het gaat erg goed met me. Ik voel me prima. En ik had gelukkig al moeder die al vegetariër was, dus die heeft er helemaal niet moeilijk over gedaan. Ik denk dat het beste idee is dat je wat filmpjes op internet opzoekt over vegetariër zijn of artikelen. Zuig zoveel mogelijk informatie op die je kan krijgen. Dus wat is er allemaal goed aan vegetariër worden? Natuurlijk, je zei al in je mailtje, je vindt het zielig voor de dieren. Maar er zijn nog veel meer dingen waarom vegetariër worden goed kan zijn. Vlees eten is namelijk heel erg milieuvervuilend. Daarbij kan je in twijfel trekken hoe gezond vlees is, aangezien er heel veel wordt toegevoegd tegenwoordig. Van hormonen, kleurstoffen, allemaal dat soort dingen. Praat er rustig over met je ouders. Maak duidelijk dat het niet een fase is of een waanidee. En dat het echt iets is wat je belangrijk vindt. En als ze het dan nog niet begrijpen, nogmaals, als je het niet wil, hoef je het niet te eten. Niemand die je kan dwingen. Als jullie het trouwens interessant zouden vinden als ik een keer een hele uitgebreide video maak over vegetariër worden. Tips over wat voor voedingsstoffen je nodig hebt. Want dat is natuurlijk ook belangrijk. Je kan niet zomaar stoppen met vlees eten en dan gewoon niks ervoor in de plaats eten. Allemaal dat soort dingen? Dan moeten jullie het even achterlaten in de comments, want dan maak ik daar een uitgebreide video over. Oké, volgende onderdeel. Play the DJ. Al heel veel van jullie hebben mijn Spotify playlist gevolgd en dat vind ik echt onwijs cool. In de vorige hartje stond alleen nog maar Tea Time online, maar inmiddels staat ook Celebrate the Week online. Tea Time is een hele rustige, chille afspeellijst die vooral heel goed zal zijn tijdens misschien huiswerk maken of koken. En Celebrate the Week is echt zo'n vrolijke dansplaylist die je sowieso wil luisteren voordat je uitgaat of als je gewoon lekker vrij bent van school en werk. Play the DJ houdt in dat jullie ook inbreng hebben in de playlist. En zo heb ik bijvoorbeeld Memories van Shawn Mendes toegevoegd naar aanleiding van deze comment. En ik heb Your Song van Ellie Goulding toegevoegd naar aanleiding van deze comment. Mocht je nou een goede suggestie hebben voor de Tea Time playlist of de Celebrate Week playlist, laat het dan weten en misschien wordt jouw nummer dan wel toegevoegd. En kan je hem lekker luisteren. En dan op naar mijn favoriete onderdeel. Surprise! Surprise! De surprise van deze maand was niet helemaal een surprise, want het was wel afgesproken dat ik deze meiden ging ontmoeten. Ik wilde het toch heel graag toevoegen aan deze video, want wat schreeuwt meer hartjes dan allemaal fanaccounts voor mij? Ik vind het nog steeds belachelijk, bizar, bijzonder en nog meer woorden met een B. Maar ik heb fanaccounts op Twitter en op Instagram en misschien nog wel op andere plekken. Er zijn een aantal meiden die een fanaccount voor mij hebben, die vriendinnen zijn geworden. Die zouden die dag elkaar gaan meeten. En ik zei, ik kom even langs om koffie te drinken. Dus dat heb ik gedaan. Dus we zijn nu op Centraal Station. Ik heb tegen de meiden gezegd dat ze maar moeten wachten bij de Starbucks. Ik hoop dat het daar niet veel te druk is en dat we gewoon gezellig kunnen kletsen. Maar daar gaan we dus zo naartoe. En ik ben heel benieuwd hoe ze het vinden, hoe ze reageren. Ze weten wel dat ik kom hoor, maar toch altijd leuk en spannend. Het was serieus zo gezellig en ik moest nog filmen, dus ik moest weg. Maar het was zo leuk. En het was zo leuk ook om deze meiden zo enthousiast te zien. Het is af en toe gek, want zij weten soms meer, lijkt wel, van mij dan ik zelf. Maar ze zijn allemaal mega lief. Heel veel hartjes voor jullie. Dankjewel voor alle cadeautjes, dat had echt niet gehoeven. Dankjewel. En dan zijn we alweer bij het laatste onderdeel. Happy, happy birthday to you. De kaartjes van deze maand. Ik ga zoals elke maand 5 verjaardagskaartjes sturen. Daar heb je al een mailtje voor kunnen sturen. Maar mocht je nou jarig zijn in de maand februari, stuur me dan een mailtje met je naam, je adres, hoe oud je wordt, op welke datum en iets leuks over jezelf. En dan komt er misschien een kaartje volgende maand jouw kant op. De kaartjes van deze maand. Deze hele mooie artistieke met een glitterige kever erop. Niet voor de mensen die van insecten walgen, maar ik vind hem zelf heel schattig. Deze is ook echt belachelijk schattig van Eve Lillemore. Een nijlpaard met een strikkie. Om dan nog maar even in een schattige trant te blijven. Een heel lief veertje van Eve Lillemore met een hoedje. Oh nee, het is een muts. Een muts. En dan tot slot 2 paperclipkaarten, gedesigned door Bill Ritzy. En het leuke is, dit zijn dus kaarten gedesigned door de vader van Alwin. Alwin is mijn zwager? Zwager, zakencompagnon, een hele goede vriend. En dit is de eerste. Vet schattig. En de tweede, ook heel grappig. Ik hoop voor je dat er binnenkort eentje bij je in de brievenbus zit. Als je hem trouwens binnen hebt gekregen, vind ik het echt super leuk als je me een berichtje stuurt via Twitter of Instagram. Want dan weet ik ook dat je kaartje is aangekomen. Maar als je dat niet hebt, ook niet erg. En dan was dit de hartjes van deze maand. Ik ben heel vrolijk en snappy vandaag, merk je het?
Tot slot, dit bedenk ik nu spontaan. Ik ga jullie tot slot een liedje van de maand meegeven wat ik erg leuk vind. En dat is van een van mijn grote liefdes van vroeger. Namelijk de nieuwe band van Joe Jonas. Cake by the Ocean van Dance. Oké, ik zet hem in de beschrijving. Veel plezier ermee. En dan was dit het. Heel erg veel hartjes. En tot morgen. Doei doei!